Helemaal, in deze video laat ik jullie zien hoe je jezelf kan omtoveren tot mystiek van die X-Men. En je hebt helemaal niet veel nodig qua producten. Het enige wat je wel nodig hebt is geduld. Als voorbereiding moet je alle spots maken en dat doe je met latex. En eventueel kun je die spots alvast een voorkleurtje geven door het te mengen met verf. Daarna pak je er een oude kwast bij en een plastic maphoesje en ook nog een referentiefoto van Mystique zelf. En vervolgens ga je aan de slag met de oude kwast om de spots van Mystique op dat papier te maken. En laat deze goed drogen en breng het vooral lekker dik aan, zodat je duidelijk de structuur ziet en dat het bovenop de huid zal komen te liggen. Tijdens het maken van die spots moet je wel goed opletten en kijken naar je eigen hoofd. Want mijn voorhoofd is relatief klein, vooral vergeleken met die van Mystique. En daardoor heb ik eigenlijk sommige dingen nog wat kleiner moeten knippen af en toe. Dus het is beter dat je daar van tevoren op let. Want dat scheelt je natuurlijk weer wat tijd. En dan kun je daarna gewoon lekker no-brainer 2 uur de tijd nemen om rustig al die dingetjes op je hoofd en op je schouders te plakken. En dat doe je door de plastic stukjes van het plastic vel af te trekken en vervolgens vast te plakken op de huid met een klein beetje extra latex. Zoals ik al zei, hou gewoon je referentiefoto van Mystique erbij en met een beetje geduld en wat gepriegel, dan moet dat wel lukken na een tijdje. Zoals je ziet ga ik hier eerst de meest prominente en de grootste spots van Mystique aanbrengen, zodat ik een beetje een globale mapping heb. En als ik die uiteindelijk allemaal af heb, dan ga ik daartussendoor nog allemaal kleintjes en extra aanplakken. De eerste paar zijn gewoon belangrijk om echt op Mystique te lijken en de rest kan gewoon een beetje random opgeplakt worden zoals je zelf lekker vindt en leuk. En dan kun je helemaal lekker brainless doorgaan plakken. Als je wil kun je doorkijken hoe ik alles opplak, maar als je daar geen zin in hebt kun je gewoon met alle liefde doorspoelen naar de 4 minuten en dan gaan we vanaf daar weer verder. En hetzelfde geldt voor je borst. Zorg er eerst voor dat je een beetje de gevormde bolling hebt. En daarna kun je gewoon heel simpel alles invullen richting de kanten van je schouders. Uiteindelijk zal de basis er ongeveer zo uitzien en zoals je ziet zou dit ook nog best wel goed door kunnen voor een cheetah bodypaint als basis. Aangezien Mystique rood haar heeft zal ik mezelf strak ook rood haar moeten geven en dat is makkelijker als je je haren alvast strak op een knot naar achter doet. Vervolgens ga je jezelf gewoon helemaal blauw sminken en misschien moet je even wennen en even testen hoeveel water je ongeveer moet gebruiken en hoeveel verf zodat je de juiste combinatie hebt zodat het niet te nat is. Ook is het belangrijk dat als je de spots verft dat je op verschillende manieren eroverheen gaat, zodat de huid er rondomheen goed blauw is. En ook is het zo dat waarschijnlijk de spots niet compleet blauw gesminkt worden. En dat is juist de bedoeling, want je wilt een beetje die donkere basiskleur van de spots er doorheen laten schijnen. Vergeet vooral je oren en de haarlijn niet, want het is heel jammer als je daar nog huidskleur ziet.
Het is ook heel erg zonde als je nog huidskleur ziet bij je ogen. Dus zorg ook dat het daar helemaal goed tegen de wimperrand aan blauw gekleurd is. En als je wilt kun je hier een kleiner kwastje voor gebruiken als je dat fijn vindt. Dan als extra kun je ook nog zorgen dat je de waterlijn blauw kleurt. Zodat je ook geen roze randje meer ziet in je ogen. Vervolgens is het belangrijk dat je de blauwe paint bij de ogen goed zet met een oogschaduw. Aangezien je bij je ogen snel kan gaan creasen. Met de felrode face paint gaan we nu in de slag om gewoon de haren rood te kleuren. En dat kan heel makkelijk gewoon met body paint. En dat blijft ook echt niet zitten. Dat kan onder de douche gaat het er gewoon uit. Wat belangrijk is dat ik heel donker haar heb. Waardoor dat betekent dat de rood bij mij niet zo super fel uitpakt. Als je lichter haar hebt zal die rood daarom veel feller uitpakken. Als je dat niet wil zul je daarom dus ook een donkere rood face paint moeten pakken. Ondertussen ben ik al begonnen met het highlighten van mijn gezicht. En dat doe ik omdat de blauwe facepaint eigenlijk vrij mat is. En daardoor lijkt je gezicht een beetje vlak. En we willen er wat meer dimensie aan geven. En dat doe ik door te highlighten met deze pigment van Gosh. En daar zitten wat shimmertjes in. Maar je kunt het ook doen met een facepaint, een lichtere facepaint of een oogschaduw. De plekken die ik highlight zijn mijn neus, mijn oogleden, het wenkbrauwbot, de cheekbones, mijn cupidoboog, mijn kin en mijn collarbones. Sleutelbeenderen in het Nederlands. Dan is dit de eindlook. En als je wil kun je nog een paar felgele lenzen indoen. En die heb ik helaas maar aan één kant kunnen doen, want de andere kant was stuk. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen thumbs up te doen. En te subscriben als je deze video leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!